Mijn naam is Dennis Huijzer. Ik ben grondwerktuigkundige bij KLM Engineering & Maintenance. Tussen de vluchten door kijken wij naar de technische staat van de vliegtuigen. Eventueel technisch onderhoud doen wij. Daarna, als wij hem vrijgeven, kan het vliegtuig gewoon weer veilig zijn weg vervolgen volgens de geplande dienstregeling. We kijken naar verschillende zaken die allemaal de vliegveiligheid kunnen beïnvloeden. Die moeten controleren. Inspectie van de motor, kijken of de inlaat helemaal goed is. We kijken uiteraard ook naar de staat van het landingsgestel, de wielen, de banden, de remmen. Kijken of er nog onregelmatigheden zijn. Nou, die zijn er vandaag niet. Dat is goed nieuws. Is goed, Gerard? Ja, is goed. Mooi. We gaan nu de checklist binnen het vliegtuig verder afwerken. Hoe gaan jullie? Ja, goed. Mooi. Twee vastgelopen stoelen, dus we gaan even kijken wat er bij is. Ah, oké. Met Dennis. Om 10 uur invallen. Ik denk wel dat het mogelijk is. Het zou kunnen dat het vliegtuig dus eerder moet vliegen dan oorspronkelijk de planning was. Dus we gaan het druk krijgen. Er is hier een lekkage opgetreden. Ik moet even kijken of ik de bron van de lekkage kan vinden. Het gaat nu even druk worden. Eigenlijk van alles moet je aan kunnen pakken. Je moet hydraulische systemen kunnen opereren. Maar je moet bijvoorbeeld ook een toiletklachtje kunnen oplossen. Of een overtje wat niet helemaal naar behoren werkt. Alles wat in de operatie van een vliegtuig voorkomt, dat moet je aan kunnen pakken. Bravo Victor Bravo, wachten wij nog steeds op wat water. Zodra we dat hebben, dan kunnen we een testje gaan uitvoeren, kunnen we de laatste klacht afhandelen. Ja, hè. Zo, goed nieuws. Fixed. We hebben nu de laatste checks afgerond, dus we kunnen het gaan vrijgeven. Dus technisch helemaal oké voor de operatie. Heren, goede reis. Tot ziens.